Nou, Johan, het moment is daar. Lukt het, denk je? Ik heb een hele middag voorbereid. Of zo. Ja, oké, heel goed. Dan gaan we kijken naar de wedstrijd. Ik ben heel benieuwd wat er op het programma staat. Nou, PSV Heracles. Heracles won hem thuis natuurlijk met 2-1. Ja, maar nu niet, hoor. Oh. PSV. Duidelijk het al. AZ tegen FC Groningen. AZ. Ja, we moeten ons nog niet rijk rekenen, hè, zei John van den Bombe. Nee, maar op het ogenblik in deze vorm is AZ het leukst voetballende team in dit land. Ja, nu de meest belangrijke uitslag van het weekend natuurlijk. Feyenoord tegen Roda JC. Feyenoord, het dikke advocaat-effect. Ja, het dikke advocaat-sjaal-effect, ja. Bayer Leverkusen tegen Borussia Dortmund. Borussia Dortmund. Oké. Chelsea tegen Manchester City. Dus hij heeft voor het eerst een nederlaag geleden deze week, Hiddink. Ja, dat wint Chelsea. Oh, oké. Hoe serieus denk je dat de kandidatuur is van Ronald Koeman eigenlijk daar bij Chelsea? Want... Ik zou het niet weten, maar ik denk ook, je hoort ook de naam van Allegri, van de Juventus. Ja, die hebben natuurlijk wel even iets meer neergezet. Ik denk ook dat die Russische miljonair, dat hij niet een vrij onbekende Nederlander neemt. Nee. Ik denk dat het ook moeilijk wordt. Wat kijk je? Ik hoorde een kindje roepen, maar... Ja, toch? Ik denk, wat is dat nou? Ik ben nog niet thuis. Maar is hier een bevalling aan de hand? Nou ja, ik heb geen flauw idee. Nou, maar hij schijnt wel op een shortlist te staan, heb ik begrepen. Maar, ja, dat kan me wel voorstellen. Maar ik denk dat die Allegri, die is al een paar keer kampioen geworden met AC Milan, met Juve. Finale Champions League gehaald. Ja, ik denk dat hij toch wel voor gaat. Maar desalniettemin doet hij toch geweldig. Ja. Hartstikke goed. Hij doet waanzinnig. Ja. Ja. En hij heeft daar denk ik in die 2 jaar wel heel veel indruk gemaakt. Ja, absoluut. Ook mensen van de D, altijd waanzinnig positief over hem. Wat hij presteert, hoe hij naar buiten uit, weet je wel. Bij de pers, alles erop en aan. Ik zie hem nog wel een kansje maken. Want wat vervelend is natuurlijk, als je zo'n Italiaantje haalt. Ja, hij moet met de taal leren. Tot hij Engels spreekt, ben je 5 jaar verder. Ja. Je ziet dat is zo. Dat zie je bij iedereen. Die spreekt nog steeds hallo, hallo. Kijk, en laten we wel zijn. Kijk maar eens naar Van Gaal. Laten we wel zijn. We doen nu wel een beetje... Het is een grote jongen, Koeman. Ja, en hij heeft ook bij hele grote clubs gespeeld. Ja, Barcelona. Ik bedoel, het is geen in het EK. Ja, maar kijk, ik weet niet of Piet de Visser daar echt invloed heeft. Dat zou kunnen helpen. Nee, maar dat weet ik, Johan. Maar de Lineker en Schürrle en zo... Die nemen hem serieus. Die nemen hem altijd heel erg serieus. Absoluut, hoor, maar ik ben bang als een Rus aan het bewind zit... dat er allerlei stromingen zitten die andere mensen binnenbrengen. Heb je trouwens uit je concentratie gehad? Er is nog één wedstrijd voor de Toto. Ik weet niet of je dat gezien. Ja, lukt dat nog wel? Malaga tegen Real Madrid? Real Madrid, want Ronaldo speelt altijd... Die scoort altijd een uitwedstrijd. Uitwedstrijden, belangrijk inderdaad. Ja. Nou ja, dan gaan we het aanslaan. Was hij moeilijk?